altijd gaan volhouden om op alles wat Bias vandaag wil, ja te zeggen. Papa! Wat doe je bij? Papa! Ja! Ja. Oh, 150 euro! Ik zeg ja. Wat zeg je? Mama, zeg ja. Yes. Yes. Heb je dit gehad? Omkleden. Toen stond hij voor zijn kledingkast en toen zei ik wil de kleren uitkiezen. En waar ik normaal gesproken zou zeggen, nee, doe maar niet, ik kies het wel, dacht ik vandaag, ja. En toen dacht ik, wat nou als we vandaag gaan proberen te kijken hoe lang wij het gaan volhouden om op alles wat Bias vandaag wil, ja te zeggen. Ja. Ja, dat vind jij vast een goed idee, dat? Of niet? Ja, dag, verjaardag. Verjaardag? Ja, okay, vandaag ja. Is het jouw verjaardag. Gefeliciteerd verjaardag. Maar goed, we gaan vandaag een paar leuke challenges verzinnen. En we gaan gewoon kijken, wanneer komt het moment dat we het gaan zeggen? Nee, wacht even, we gaan eerst verjaardag feestje vieren. Jee. Smik op de bank. Ja, dat mag. Dat doen we met z'n allen. Jee. Oh, wij moeten springen. Ja, dat wil ik. Jee. Ja, dit vind ik ook echt heel erg fijn dat dit door het hele huis ligt. Moet mama hier overheen lopen? Ja. Ja, Ik ga alles ja zeggen vandaag. Wie, papa of mama? Papa. Wat zeggen we daarop? Wat is je antwoord? Ja, oké. Kijk, laat die even. Ja! Wij begonnen met ons nog niet. Die deed oprecht. We kunnen nu nog stoppen en dan is de video gewoon... We gaan door, we houden vol. Oké, maar we gaan de eerste challenge doen, want jij wou Monkey Town! Naar Monkey Town, een indoor speeltuin. Moeilijkheidsgraadslevel gemiddeld, denk ik. Snacks, je kan natuurlijk alles kiezen wat hij wil. Attracties met muntgeld, overal achteraan rennen. Ik ben benieuwd of we deze challenge gaan overleven. En we zijn aangekomen bij het speelparadijs en we krijgen te horen... Wat moeten we doen, Bias? Allemaal schoenen uit en dit is precies wat ik ook dacht. Wij moeten gewoon mee, we gaan sowieso niet zitten. Oké, klaar voor? Ja, jij? Ja, let's go. 3, 2, 1. Mimi, waar gaan we heen? Ben je klaar om te vliegen, Estra? Even wachten. Wacht, Mimi. Oh, hij is al weg. Oké, 3, 2, 1. Ja, ik ga even. We zijn er weer en hij zegt wedstrijdje. Hij zegt wedstrijdje. Andere kant. Oh. Wat gaan we nu doen? Mias, gaan we wegrijden? We kunnen ook rondlopen. Mias. We kunnen ook even zitten. Wij kunnen ook even. Let's go. Nee, nog een keer. Oké, dan gaan we. Wat zeg jij? Oké, we zijn aangekomen bij de glijbaan. Ik moet je zeggen. Ik denk dat jij eerst. Oh, ja. Wij dan. Als er één glijbaan is waar ik een hekel aan heb, zijn het van die... Mama! Wat doe je bij? Mama! Ten eerste, je krijgt elektrische schokken. Ten tweede, het is zo donker. Ik weet niet hoe lang en hoe snel. Derde, hij mag zeggen wat je moet doen. Dus ja. Hij gaat er ook vanaf in. Gaan wij ook? Mama. Eerst jij. Mama, ga je. Ga maar glijden. Goed zo. Ja, duw mama maar in. Duw mama maar in. Oké, 3, 2, 1. Dit ding is helemaal donker. Oké, ik doe het licht zelfs uit. Hier. Doei. Kom, wij gaan ook. Kom, we gaan. Oh, wat wil je? Wil jij niet erin? Zullen wij gaan lopen? Mias, high five. Yes. Oh yeah. Oké, er is geen stop aan deze jongen. Hij rent ons het hele park door. En het is nu tijd voor... Wat een gevecht. Oh, hij is gelijk tegen... Ja, oké, gezellig. Leuk in de ballenbak samen. Heel leuk. Ja, top. Oh, je mag niet op hem gooien. Ik ga papa gooien. Oh. Wat is dat? Ik ga van de glijbaan. Hij gaat weer weg. Maar ik heb niet gezegd, toen weet niet. Nee. Wat zei je? Anders. Hij heeft dus wel gezegd dat we mee moeten. Oké, hij is Mimi. Salto. 3. 2, 1. Wauw, heel mooi hè. Moet mama daar? Nee, moet af.
Oh, we moeten... Ik... Oprecht, ik snap hem echt niet. Hij gunt mij vandaag helemaal niks. Oké, eerlijk, ik wil even lekker gaan zitten. En wat zeg jij, meneer? Wat wil jij? Nu wordt het heel spannend. Hoe ver gaat hij als er geen stof is? Oké, hij kan pakken wat hij wil, maar zegt het niet, hè? Wat ga je pakken? Ik zaadje. Oké, tijd om een snoepje uit te brengen. Ben je heel benieuwd? Waarom is die echt nooit zo'n snoepjes? Nee. Ah, Esra, je hebt het verkeerd opengemaakt. Oh, nee, maar dat ging een beetje. Ja. Oké. Nee. Zo meteen moet je een nieuwe gaan halen, Esra. Kijk dat niet op idee. Ja. Oh, lieve meid, kijk, ik pak er nou eentje uit voor jou. Hier, ga maar proeven. Hier, cola. Het staat erop, okay. Nu moet je nee, zo staan. Nee, luister. Mia wil gewoon dat je hem zo openmaakt. Nodig. Helemaal niet. Zeg jij Mimi? Normaal gesproken zou hij zeggen nee, maar Esra? Ik hou nog even. Oké, ja, ik vind het wel. Okay, ja. Goed geregeld, Mia's. Ze zijn op. Nee, dat meen je niet. Echt waar? Wie andere? Oh, je hebt geluk. Wel, ik hier zo sta te kijken naar een kopie. Kijk de laatste gezicht. Ik heb een zakje gevonden. Kijk, papa. Ja. Met cola snoepjes en kijk hoe perfect open. Ik heb een schaar gevraagd. Mooier dan dit ga je niet krijgen. En ik zou nu lachen als ze dit eten, dat niet. Oké, ga je deze... Kijk, dit zijn handje. Nee, kijk, zo kan handje. Je niet zijn. Hij heeft je gewoon super hard geplust. Zo kan je niet zijn. Nee, Mia's. Hij gaat die gewoon nu als eerst eten ook. Lekker? Ja. Oké, we zitten weer in de auto. De eerste challenge is redelijk goed gegaan. We hebben veel moeten lopen, maar de uitgaven waren nog redelijk goed. Daarom is het tijd voor challenge nummer 2. En daarvoor gaan we naar een speelgoedwinkel. Zullen we naar een speelgoedwinkel? Ja. Eerlijk, moeilijkheidsgraad level gaat wel wat omhoog. Ik ben heel erg benieuwd. Het kan alle kanten op. Ja, precies. Oké, we zijn aangekomen in een speelgoedwinkel. Hij loopt gelijk naar binnen. Mia's. Ja. Wij gaan achter jou aan. Waar moeten we heen? Oeh, dat betekent goed, hè, Sarah? Dat begint goed. Ik zou het niet te vroeg juichen. En dan gaan we achter meneer aan. We gaan volgen. Ijsje. En wat, een ijsje? Oh, lekker. Ja, heel lekker. Pakken? Pakken. Ja. Even laten goed kijken. Serieus? Mia's, je begint gelijk. Daarom zeg ik, niet te veel vertrouwen erin. Dit past bijvoorbeeld niet echt, hè? Dat kan niet, hè? We zeggen geen nee, we doen het op een andere manier. Oké. Als jij kan vasthouden... Nee, papa! Papa! Papa, jij? Ja? Nee, kom. Ja? Kom. Maar daar is geen kassa, hè, Mia's? Dat is verder de winkel inlopen, Mia's. Oké, dit is echt een gevaarlijke zonnecel. Oh, 150 euro. Oh, dat is best duur, heel Mia's. Mooi. Heel duur. Eigenlijk, ja, dat is eten. Ja, heel mooi. Dat is... Wat zie je nog meer? Zo. Oeh, daar zijn we echt even mooi van afgekomen. Wat is een Spider-Man? Ja. Ja, Spider-Man auto. Ja. Die is leuk, hè? Hij vraagt het aan jou. Hij vraagt het zo lief. Alsjeblieft pakken. Hij vraagt het nog wel netjes, maar hij heeft nu nog niet door dat wij op alles ja zeggen. Maar hoe lang... Oké, ik wil dit. Ik durf nog wel aan. We gaan nog verder. Ja. Het is een vraag. Ja, het mag. Oké, ja, pak maar. Ja, die heb jij al, hè? Ja, die heeft Mia's al, hè? Ja. 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 Oké, het wordt echt gevaarlijker en gevaarlijker. Oké, wat gaan we nu doen? Naar de kassa. 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 Ja. Ja, oh. Dat ging makkelijk. Nee, toch niet. Nee, dit is een jacuzzi. Die hebben wij al, hè? Oh, ballen. Ja. Nu maakt hij sport van. Sahan, zullen we gewoon op 3 naar de kassa toe rennen en kijken of die achter ons aanloopt? 1, 2, 3. Ren, daar is de kassa. Kom. Ren. Dit is de beste oplossing. We zeggen geen nee. We gaan gewoon alleen heel snel de winkel door. Hij komt mee. Top. Beste idee ooit. Tenminste, we zijn er nog niet helemaal. Want kijk even wat zich hier allemaal bevindt. Nee. Oké, we gaan zo eens even kijken wat de schade is. Mia's? Ja.
Ja, kijk hoe blij. Oké, dit is echt behoorlijk hoog. En het ging ook echt heel erg snel. Oké, we rennen zo weer de winkel uit. Net zo snel als dat wij die winkel in zijn gegaan. Echt, ik weet niet, 5 minuten? 5 minuten, zo snel. Maar we hebben het wel goed opgelost. Oké, we zitten weer in de auto. En voordat we naar huis gaan, moeten we nog eigenlijk even boodschappen doen. Alleen gaat dat ook gelijk onze derde challenge worden. Om even te kijken hoe dat eraan toe gaat. Op het moment dat wij dus geen nee zeggen in de super. Ofwel, op het moment dat het te veel wordt. Maar dan hoor ik hem hier achter op de achterbank zeggen. Gaan we jouw verjaardag vieren? Maar wat hoort er bij je verjaardag? Een taart. We gaan eens even kijken of we deze challenge ook gaan overleven. Moeilijkheidsgraad, Emma. Ik denk gezien wat er nu net heeft plaatsgevonden, vind ik deze nu ook best wel eng. Ik heb nog steeds spijt. Ik heb nog steeds spijt van net. Oké, we zijn aangekomen met boodschappen en... Oh, ik wou gewoon van net komen. Oké, wat gaan we halen? Ga je niet letten al wat wij hebben? Aardbeien. Oh, gaat deze halen? Deze! En wat is deze? Zeker. Oké, dus je wil sinaasappelsap. Zo. En die zit vol. Goed zo? Ja. Oké, we gaan nu naar de plek waarvoor we zijn gekomen. Zo, taart voor je verjaardag. Ga boven kijken welke we hebben. Deze. Welke, die? Maar dan ben je kleine. Dus ja. Echt met voorbedachte raden. Hij denkt, Debra en de Eli, die krijgen niks. Als ik alleen zo'n kleintje neem ze alles op, hebben ze geen feest. Hoor je dat? Donut. Hij heeft echt zin in een feestje. Donut. Ga ik niet delen met Debran? Wacht. Debran, Eli, papa. Mia's en papa. Ja? Ook papa. Oh, zo lief. Papa, kijk ook daar. Oké, waar gaan we naartoe? Spelen. Oké, we kunnen weer verder. Hij is van zijn plek afgegaan. Waar gaan we heen? Oké, dan gaan we achter jou. Wat ga je pakken? Deze. Wat is dat? Dat is lekker. En we gaan door. Waar is die chip? Deze. Oh, chippies. Kijk, dat is lekker. Is dat lekker? Die heb je nog nooit gegeten volgens mij, hè? Kijk, daar staat. Staat dat het lekker is? Ja. Oh, even lezen. Ja, hier staat deze chippies zijn... Oh, niet lekker staat er. Oh, die zijn niet lekker staan. Die zou die terugleggen. Gaat hij het geloven? Hij gelooft het. Oh, ja, hij is wel lekker. Niet gewerkt, hij is wel lekker. Oké. Okay. Zo. Nog meer snoepjes? Nog meer snoepjes? Ja. Wat gek, hebben ze die hier ook in de winkel? Ja. Waarom ben je zo verbaasd, Mias? Het ligt hier altijd. Ja. Kijk hoe verbaasd hij kijkt. Allemaal snoepjes, hè? Huh? Ja, zo. Deze. Deze. Deze pakken. Ik denk dat hij het begint door te krijgen. Ik denk dat hij het een beetje door begint te krijgen. Dat is snoep. Oké, even. Eén moment. Even overleg. Wat gaan we nu doen? Ik denk dat het een beetje uit de hand begint te lopen en dat hij het doorkrijgt. Dat hij hier kan pakken. Ik denk dat hij het door heeft, hè? Hier. Maar dan staat hij alweer bij de volgende. Hij heeft er nu echt al 10 uitgekozen of zo. Wat gaan we nu doen? Ja. Wat zeg je? Papa laat zeggen ja. Hier, heb je het in de gaten? Hij zegt gewoon ja. Hij heeft het gewoon in de gaten. Ja, oké, wacht. Esra, kom eens even. Wij hebben je wat te zeggen. Ja? Het antwoord is... Nee. 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 Wacht. Nee. Ik ga het niet doen. Nee. Ga weg. Nee, we gaan het niet doen. Nee. Afgelopen. Het is afgelopen. Nee. Je krijgt niet meer. Nee. Beveiliging nodig. Zo. Nee. Hé, jongeman. Dit is geniaal. Nee, is niet goed. Oké, kom voor mij. De laatste. Wat gaat meneer heel boos worden? Zo snel weggaan, Mia's? Ja. Ze pakken, meneer gaat ze pakken. Wegwezen nu. Snel, weg in de kassa. Snel. Moet snel weg. Snel. Ja. Nee, neem de kar mee. Oh, Esther heeft iets geniaals. We gaan nog één ding doen. Ja, we moeten het wel gewoon... Ja, oké. Dat is goed. Die moeten we bij je hebben. Ja. Ja, want we gaan zo meteen nog wel één... We gaan nog één ding doen wat echt heel leuk gaat worden. Inmiddels liggen alle ballen al door de woonkamer. De slingers hangen hier. We hebben spullen op tafel gelegd. Daar had Ida opgehaald van school. Die vragen, wat is hier aan de hand? Ik ben dader.
Hoor je dat, jongens? Hij is jarig! Ja. Ah, hij is jarig! Kijk, wij gingen kijken hoe lang het ons ging lukken om alleen ja te zeggen tegen Mias. En toen heeft hij besloten dat hij jarig is. Heeft hij cadeautjes gehaald, maar dat is nog niet alles. Sarah pakt de rest er ook even bij. Oké. Ja. Dus ga even voorzitten. Nee. Lang zal die leven. Lang zal die leven in de gloria. In de gloria. Nee, nu jongens. Rustig. We waren nog niet klaar. Zou ik één ding zeggen? Wij moesten heel dag ja zeggen. Denken jullie dat we nog steeds ja moeten zeggen? Ja. Nee, we zijn gestopt. Kijk wat hij heeft gehaald. Want anders zou jullie broertje ons helemaal gek maken. Is die lekker? Ja. Super. Het feestje kan beginnen. Oh. Eerst even wat chippies voor de kijkers ook namens Mias, alsjeblieft. Ik hoop dat het gesmaakt heeft. Was het lekker, jongens, bij de laat even weten. Maar hierbij gaan we ook gelijk de video afsluiten. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Zeg abonneer en tot de volgende. Doei.